Ja, de Motorola Edge 20 Pro. Ik heb hem inmiddels al voor een aantal maanden in gebruik. En in deze video ga ik dus uitleggen wat nou daadwerkelijk de leukste dingen aan deze telefoon zijn. Als eerste, de performance. Alles werkt echt zo heerlijk. Zo lekker smooth is alles. Apps openen, browsen, scrollen, gamen. Niks is te zwaar voor dit toestel. Eerlijk waar, met de Snapdragon 870, wat natuurlijk niet de highest van de highest is, doet het nog steeds hartstikke keurig met alles. En ik heb hier dan ook zeker geen klachten over. Games zoals Call of Duty of Need for Speed, geen enkel probleem. Hij draait ze allemaal. Ben je heel veel aan het multitasken? Heel veel apps op de achtergrond open? Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, weet ik wat allemaal. No problem. Hij doet het. Hij flikt het allemaal. En daarom vind ik het ook gewoon zo fantastisch. En dan, nummer 2 is het scherm. Ten eerste wat je ziet is het een plat scherm, waar ik ook van hou. Niet curved edges of wat dan ook. Dus beschermglaasjes, super makkelijk op te installeren. Ten tweede, het paneel zelf is... Oh yeah, baby. It's so good. It's echt fantastisch. 144 Hz, OLED... En HDR 10 Plus ondersteuning. Oftewel, als je bijvoorbeeld lekker je mobiel zit te gebruiken in direct zonlicht. Geen enkel probleem. Je ziet alles gewoon op je scherm. Dat is een mooie upgrade tegenover de Motorola Edge van vorig jaar. Want die had al een beetje struggles in direct zonlicht. Waarbij deze dus geen enkel probleem hiermee heeft. En 144 Hz, zoals ik al zei. 144 Hz is zo lekker smooth. Als je dat de apps gaat, is het gewoon... Once you go 144 Hz, you never go back. Vertrouw me maar. Het is zo lekker buttery smooth. I love it. En natuurlijk, omdat het een OLED paneel is, zijn de kleuren gewoon mooi vibrant en kleurig. En ook de zwart is letterlijk gewoon diep, diep zwart. Het is echt een genot. En dat betreft is het ook niet heel erg dat het scherm ook een tikkeltje groter is. Want het is een 6.7 inch, wat best wel groot is. Maar dat maakt het films kijken juist zo fijn hierop. En... Het scherm. Bellissimo. I love it. En dan nummer 3. Waarbij ik eerst een beetje sceptisch was over fingerprint scanner op de zijkant. Moet ik wel echt zeggen, ik hou er wel enorm van. Want natuurlijk, je vinger gaat al automatisch naar de aan- en uitknop. En nu heb je dus een aan- en uitknop met een fingerprint scanner ingebouwd. Oftewel, als je hem aandoet, wam, hij is meteen open. Je kan meteen aan de slag. En hij werkt gewoon vingers vlug. Het is een supersnelle fingerprint scanner. En I love it. Het is... Ik denk niet meer dat ik terug ga naar onder de scherm fingerprint scans. En dan nummer 4. De camera's. Nou zijn weliswaar deze camera's niet zo goed als een Pixel 6. Dat moet ik even bekennen. Maar het zijn zeker leuke camera's om te gebruiken. Vooral in daglicht maak je echt prachtige foto's. Door de 8 megapixel telefotolens kun je 5 keer verder inzoomen op jouw object. Wat fantastisch is. En heeft ook nog zelfs... optische stabilisatie, waardoor je dus gewoon een mooie stabiele shot kan maken en gewoon lekker dicht op je object kan komen, van een afstandje natuurlijk. En de hoofdlens, de 108 megapixel hoofdlens, maakt in daglicht ook fantastische foto's. Ik vind ze hartstikke mooi, lekker scherp, mooi van detail en heb zeker hier niks om te klagen. En de ultrawide lens, dat is ook gewoon een hele mooie lens om te gebruiken. En vooral eigenlijk voor zijn macrofuncties. Want als je deze lens gebruikt, kun je letterlijk gewoon bijna tegen je object aandrukken. En heeft hij nog steeds focus te pakken. Weliswaar heeft hij dan wel wat moeite met de belichting natuurlijk. Hoe dichter je natuurlijk op je object komt, hoe meer schaduwen er komen, hoe minder licht hij dus zal krijgen. Maar daardoor kun je dus de zaklamp hiernaast aanzetten en dan kun je gewoon haarscherpe macrofoto's hiermee maken. En ik vind het echt fantastisch. Het is super leuk om het te gebruiken. En daarom vind ik die camera's ook gewoon super goed. Alleen het enigste nadeel aan die camera's zijn gewoon de nachtfuncties. Hij maakt daar gewoon niet zo hele mooie foto's mee. Ik laat het trouwens wel hier zien. Je ziet op zich wel wat er gebeurt natuurlijk, maar het is niet... Het kan natuurlijk beter. Het is geen Pixel 6 uiteraard. En dan gaan we naar nummer 5 en dat is de batterij in het toestel. De batterij is echt fantastisch. 4500 mAh zorgt er gewoon voor dat je makkelijk 2 dagen met je batterij mee kan gaan. En na 3 maanden gebruiken van het toestel is het nog steeds op hetzelfde punt. Ik kan makkelijk met 50% gewoon de hele dag door en heb misschien nog wel 15% over in de avond. En dat is eigenlijk bij
niet heel veel gebruik natuurlijk. Als je continu zit te gamen, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar voor mijn eigen gebruik, af en toe eens even TikTok, af en toe eens even Instagram, af en toe eens even Twitter tussendoor. Doet het gewoon hartstikke keurig. En kan je makkelijk gewoon 2 dagen op een batterij hiermee door. En ik vind altijd dat dat Motorola altijd hartstikke goed zijn best hierop doet. Dus nice. En dan, nummer 6. Nou, eigenlijk is dit meer een bonus. Wat ik gewoon heel fijn vind aan de Motorola toestel. En dat is eigenlijk wel de software die ze een beetje gebruiken. Het heeft kleine tweaks bijgevoegd wat het hele gebruiken van gewoon super fijn maakt. Waaronder dus het schudden voor je zaklamp. Dat vind ik altijd gewoon zo'n super handige functie. Of je kan hem draaien voor de camera. Dus dat kun je ook doen. Of je kan met 3 vingers op het scherm kan je een screenshot maken. Dus je hoeft niet heel moeilijk met de power button en de volumeknop te klooien. En kun je ook bijvoorbeeld als je je scherm kantelt gewoon op een knopje drukken om het te kantelen. Zonder dat je weer elke keer dat notificatiebalkje naar beneden moet schuiven. En weer dat automatisch draaien moet aandrukken. En dat hij elke keer weer heen en weer wiebelt als een malle. Want dat is gewoon irritant. Via deze manier hebben we daar gewoon geen last van. En dat is waarom ik het ook gewoon zo enorm fijn vind, die Motorola software. I love it, echt waar. En dat zijn eigenlijk wel de punten wat ik echt fijn vind aan de Motorola Edge 20 Pro. Maar uiteraard zijn er ook punten die ik niet zo fijn vind aan het toestel. En die behandel ik in een andere video die hier rechts bovenaan staat. En dan kun je op klikken en dan ga je naar die video toe. En dan ga ik je even uitleggen wat ik dus niet zo fijn vind aan dit toestel. Dus als je deze video behulpzaam, informatief of leuk vond, doe natuurlijk even dat duimpje omhoog. En als je meer wil zien, abonneer natuurlijk. Die knopje zat ergens eronderin, rechts onderin. Daar denk ik of zo. Het is altijd weer een spiegelbeeld met filmen, maar waarschijnlijk ergens daar kun je het vinden. Abonneer zeker en dan zul je ook meer video's zien. Dus ik zou zeggen, tot ziens.